De regering is op 29 mei tijdens de regeringsraadvergadering geïnformeerd over de voortgang van e-gov-projecten om digitale dienstverlening en overheidsprocessen te verbeteren. Belangrijke initiatieven zijn een digitale ID, digitalisering van rijbewijzen en kentekendatabase en een digitaal aanvraagsysteem voor grond. Ook worden verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd, zoals een road monitoring project met camera's en een pilot voor digitale verkeershandhaving. GoTo Energy Suriname NV heeft vandaag haar nieuwe brandstoffen met additieven die motorprestaties verbeteren gelanceerd. Deze premium benzine en diesel, genaamd NRG Plus, zijn nu beschikbaar bij alle GoTo tankstations en kosten hetzelfde als de huidige prijzen. Alle verkochte brandstoffen zullen nu additieven bevatten, waardoor NRG Plus de nieuwe standaard wordt. NRG Plus staat voor verbeterde brandstofefficiëntie, een schonere motor, betere prestaties, optimale motorbescherming en schonere uitstoot. Het Korps Politie Suriname informeert dat op zondag 2 juni 2024 tussen 8 uur en 6 uur in de avond dringende boomkapwerkzaamheden plaatsvinden aan de Herenstraat tussen de Noorderkerkstraat bij Republic Bank en de Klipstenenstraat. De samenleving wordt verzocht hiermee rekening te houden en de aanwijzingen van de politie ter plaatse op te volgen.